We eindigden de vorige video met de mededeling dat de hervormingen van Gorbachev grote gevolgen zouden hebben. Voor de Sovjet-Unie, voor de Koude Oorlog en ook voor de DDR. Ja, en hier zien we al een heel groot gevolg staan. Er zal een einde komen aan die Koude Oorlog. Daar horen deze kenmerken en aspecten bij. Eerst nog even terug naar die hervormingen van Gorbachev. Hij wil dus meer vrijheid doorvoeren in de Sovjet-Unie. Dat wil hij doen. Niet om het communisme helemaal af te schaffen, maar hij zag dat het op deze manier niet langer werkte. En hij wilde het communisme en de Sovjet-Unie wel blijven beschermen. En daarom voerde hij dus bijvoorbeeld glasnost, uh, meer persvrijheid, minder censuur door. Uh, daardoor hervormde hij ook uh, de economie. Hè. De plan-economie werd vervangen door een vrije markteconomie. En daardoor liet hij ook de Brezhnev-doctrine los, waardoor uh, landen in het Oostblok in staat werden gesteld om uh, ja, een democratie te beginnen met meerdere partijen. Ja, en waar de communistische partijen in Polen en Hongarije bijvoorbeeld dat al heel snel toestonden, uh, hield de communistische partij van de DDR dus uh, juist vast aan uh, het oude strenge communisme. Die SED, die communistische partij van de DDR, die vond die vrije hervorming maar helemaal niks. Want uh, Erik Honnecker, hè, dat is de leider op dat moment van uh, de DDR, ja, die zegt ook van ja, onze bevolking die is zo ontevreden. Als we nu één vinger geven, dan willen ze de hele hand. En dat betekent dat gewoon het einde van het communisme, betekent dat ook het einde. Van de DDR. Ja, waarom was die bevolking dan zo ontevreden? Nou, ja, die waren dus al ontevreden omdat ze in een, een totalitaire staat leefden. Hè? Dus dus weinig politieke en en weinig economische vrijheid bijvoorbeeld. Maar ze waren ook gewoon ontevreden vanwege het feit wat ze op televisie allemaal zagen. Namelijk dat het in het westen en dan met name West-Duitsland natuurlijk, de BRD, ja zagen ze dat het daar veel beter ging dan in het oosten in de DDR. En ik heb hier even uh, twee stils erbij gepakt van een uh, populair Duits televisieprogramma dat een aantal jaar geleden is uitgezonden, waarbij ze dagelijks leven in het oosten en in het westen met elkaar vergeleken. En links zien we een uh, gezin in de jaren tachtig uh, in West-Duitsland, in de BRD staan, en rechts zien we een gezin uit de DDR staan in de jaren tachtig. Ja, en dan zie je dat ze allebei veel spullen hebben, maar dat ze in het Westen toch echt wel meer spullen hebben. Die hebben bijvoorbeeld twee auto's in plaats van één. Die hebben een eigen wasmachine en dergelijke. De koelkast is ook groter. En ja, dat zag men in het Oosten dus ook. Hè. Dus hé, ja, we raken steeds verder achterop. We hebben al weinig vrijheid. Um, Gorbachev die kondigt nou al die hervormingen aan. Dus dat moet bij ons ook gebeuren. En dan komen we in het jaar 1989 terecht. En dat is ook weer een, een belangrijk jaar in de Duitse geschiedenis. Want we zagen dus dat in de zomer van 1989 dat er een, een protestbeweging ontstaat. Uh, die uh, begint eigenlijk in Leipzig, een van de grote steden van uh, de DDR. En ja, daar eisten ze gewoon uh, meer vrijheid. Ze eisten die politieke hervormingen die uh, Gorbachev heeft doorgevoerd in de Sovjet-Unie. Die in Polen, in Hongarije en dergelijke zijn doorgevoerd. En steeds meer mensen gaan de straat op om te demonstreren tegen de regering. En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk sinds 1953, die opstand, niet meer gebeurd was. En, en nu hebben mensen, ze voelen zich gesterkt door wat er in het buitenland gebeurt. Ze durven het weer. Ze durven het weer aan. Ze zijn uh, niet meer zo bang voor die statie, voor die staatssicherheidsdienst. En het worden steeds massalere, steeds grotere demonstraties. Ja, en omdat uh, landen als Polen en Hongarije ook hun grenzen met het westen hebben geopend... is voor de burgers van de DDR, voor de Oost-Duitsers, in één keer ook een manier... Om uh, naar het Westen te trekken. Want ze kunnen misschien niet direct van Oost-Duitsland naar West-Duitsland, van Oost-Berlijn naar West-Berlijn. Maar als ze naar Hongarije gaan, dan kunnen ze via Hongarije wel door naar Oostenrijk. En hier zien we een aantal Oost-Duitsers in Oostenrijk rijden. En daar heeft gewoon een of andere grapje als een bordje bij gezet. BRD hier rechts afslaan. Dan kom je vanzelf in het Westen terecht. En dat is dus wat ja, tienduizenden DDR-burgers in die zomer van 1989 gaan doen. Nee, dat opgeteld bij die demonstraties dat zorgt ervoor dat de communistische partij van de DDR zich eens achter de oren krapt. En die hebben zoiets van ja oké, okay, we moeten misschien toch iets gaan doen. En zij besluiten dan dus ook dat het uh, gemakkelijker moet worden om van oost naar west te reizen. En dat kondigen ze aan op 9 november 1989 in een persconferentie. He, dus het wordt makkelijker om van oost naar west Duitsland te reizen. Nou, er zijn allemaal uh, televisieploegen en zo zijn erbij aanwezig en een hoge regeringsfunctionaris die voert daarbij het woord. Die heeft zijn aantekeningen voor zijn neus liggen, maar het is allemaal een beetje chaotisch. En de eerste vraag van de journalist is eigenlijk van ja, per wanneer uh, wordt dat dan gemakkelijker om van uh, Oost-Duitsland naar West-Duitsland te reizen? En die hoge regeringsfunctionaris die kijkt nog eens op zijn, kijkt nog eens op zijn papiertje. Hè? Nou, je ziet hier het gekrabbel, die weet het eigenlijk niet precies. Dus die zegt uh, ja, per direct kan gewoon meteen. Ja, en dat nieuws: dat gaat als een lopend vuurtje door uh, Oost-Duitsland en door Oost-Berlijn heen. En uh, mensen gaan massaal uh, naar de grens toe. Die eisen dus van de grensbewakers dat ze door worden gelaten. Ja, die weet het ook allemaal niet precies. Dus die zeggen, uh, ja, oké, okay, dan uh, gooien wij de slagboom wel omhoog, dan reis maar naar het westen. En dan kunnen ze dus ineens uh, door die Berlijnse Muur weer heen. En dan kunnen ze dus ineens naar het westen toe. En dit leidde ze eigenlijk ook tot de val van. Van de Berlijnse muur. Mensen klimmen op die muur. Ze beginnen uh, die muur uh, proberen ze om te hakken en dergelijke. En eigenlijk hebben ze gewoon zoiets van: ja. Nu is er gewoon een einde gekomen aan die Duitse deling. Nu komen Oost en West weer bij elkaar. En uiteindelijk is dat ook zo. De DDR houdt op te bestaan. En in oktober 1990 wordt Duitsland verenigd. Berlijn wordt de hoofdstad van dat nieuwe Verenigde Duitsland. Na 41 jaar is het dus weer één Duitsland geworden. En dat ene Duitsland dat blijft lid van de EG, wat nu dus de EU is, en dat Duitsland blijft ook lid van de NAVO. En wat Duitsland weer herenigd wordt, van 2-1 wordt gemaakt, zien we juist dat de Sovjet-Unie een jaar later uit elkaar zal vallen. Steeds meer Sovjet-republieken scheiden zich af en dat zijn al die uh, gekleurde uh, gebieden hier op het kaartje. Dat waren alle verschillende Sovjet-republieken, die worden één voor één onafhankelijk. En uh, uiteindelijk leidt dat dan ook tot uh, de val van de Sovjet-Unie en uiteindelijk leidt dat ook weer tot het einde van de Koude Oorlog.